Het afgelopen weekend was het druk in de stikke Hezelstraat dankzij waterglijbaan Splash. De pop-up glijbaan heeft flink wat discussie in de winkelstraat veroorzaakt. Maar de organisatie kijkt terug op een succesvolle eerste editie. Nou, ik denk dat we met z'n allen terug kunnen kijken op een zeer succesvol evenement. Met natuurlijk fantastisch weer, zeker als het vergelijkt met vandaag. Met name zondag hebben we een hele mooie zonnige dag gehad. We hebben ongeveer 6000 mensen gehad die van de baan af zijn geweest. Qua bezoekersaantallen daaromheen is het redelijk lastig. Op vrijdagochtend was het wat rustiger rondom de baan heen. En voor de rest het hele weekend gewoon heel veel mensen gehad die even een kijkje kwamen nemen bij Splash. We willen natuurlijk in meerdere steden gaan uitrollen. Hoe en wat is nog niet helemaal bekend. Ik moet zeggen, sinds dat naar buiten is gegaan, ook een artikel op nu.nl gisteravond, pelt onze mailbox uit met de steden die ons vragen om alsjeblieft naar hun stad toe te komen. Dus we gaan alle gesprekken aan en we hopen daar snel iets meer over duidelijk te hebben. Wie weet, misschien wel, misschien niet. We zullen eens kijken en evalueren met het team, met de gemeente en met de ondernemers. Het was lekker druk, maar het heeft geen overlast veroorzaakt bij ons. Dus dat was heel fijn. Het enige wat ik wel zou zeggen is voortaan iets beter communiceren. Wij wisten pas heel kort dag eigenlijk dat hij er zou komen. En daarom waren we wel een beetje bang voor misschien heel veel drukte en dat niemand bij onze winkel kon komen. Dat viel heel erg mee, maar als die communicatie beter kan, dan ben ik voor meer evenementen in de straat. We hebben 4 weken geleden een blaadje binnengekregen van nou, dit staat het laatste weekend van mei te gebeuren. En alles was eigenlijk al in kannen en kruiken. We hadden geen inspraak naar een ander weekend. Als je ziet dat we net een druk weekend met de Giro achter de rug hebben en nu weer een druk weekend met de Splash, dat we niet bereikbaar zijn voor van leveranciers en van klanten. Ja, dat is bij mij toch wel een heel negatief punt. Ik heb 2 weken geleden heb ik een mailtje gestuurd naar de Splash organisatie. En toen kreeg ik een mailtje terug voor klachten. Moest ik me wenden tot de burgemeester en wethouders. En ik heb dus vorige week een brief ook naar de burgemeester en de wethouders gestuurd. Dat ik graag omzet het gedeelte. Wat ik zeg maar niet behaald heb, wat we berekend hebben in de omzet, dat ik daar graag betaald wil hebben. Maar ja, goed, ik zeg overmorgen wil mijn verhuurder ook weer graag de huur hebben en mijn crediteuren willen ook graag de centjes hebben. Maar ik heb toch wel een hele hoop geld misgelopen. Eerst dus met de Giro, ik zeg, was net voorafgaand aan Moederdag. En nu zit je weer eigenlijk in een druk weekend en dat ook wel weer omzet misgelopen hebben.